Ik denk dat het ook meegewogen heeft dat de top 4 clubs vanochtend aan de KNVB hebben laten weten dat zij neutraal zouden stemmen. Dus geen, niet op het advies zouden gaan van scenario 1 of scenario 2. En zo... Maar dat zijn, nogmaals, Chris, jij bent dus die mening niet toegedaan. Maar dat zijn toch altijd die clubs die normaal gesproken zeggen... wij zijn de Eredivisie, wij bepalen wat hier gebeurt met z'n allen. Dat klopt, en dat doen ze normaal gesproken ook. Hè? Maar ze zijn niet gekend in het proces. Ze worden de telefoon ja, maar dat is toch gewoon gelul. Uiteindelijk weet je toch wat er nu de keuze is voor jezelf. Dan kun je toch gewoon een keuze maken. Dan kan je toch je verantwoordelijkheid pakken. Maar de clubs... bekijkt het ook vanuit een ethisch en een moreel standpunt te zeggen... ik ga niet mijn collega-club... Als ze straks iets meer kunnen verdienen... of als er andere clubs wat minder kunnen verdienen... dan telt dat waarschijnlijk niet meer, toch? Ja, dat is een beetje terug bij een koffiedik kijken. Dat weet je natuurlijk nooit. In de voetbalreis op die 25% die net werd genoemd, hè? Gaan ze dat doen, die clubs die Europees gaan spelen? Willen ze dat allemaal afstaan? Nee, dat kun je echt vergeten. Ik denk dat er gaan wel geldstromen komen. Dat is gewoon, dat moet gewoon, want je moet elkaar helpen in de bedrijfsstand. Maar ethisch en moraal was dat toch heel belangrijk, dat je elkaar steunt, zeg je net, toch? Zeker, absoluut. Maar het is maar net, dat is ook nog in de tijd, die 25% heeft AZ, dacht ik, voorgesteld. Ja. Een aantal weken geleden, als eerste, denk ik. Nee, maar Chris, Ajax heeft toch ook die overmaatschap toch dat interview... Ja, maar inmiddels is hij daar een beetje op teruggekomen. Ja, dat hij... Ik denk dat het is één nuance. Toen er over die bedragen werd gesproken van 25%... was er nog geen besluit genomen door het kabinet... dat er zonder publiek gespeeld moest worden. Maar dat zag je toch op een kilometer aankomen, Chris? Ja, daarom had de KNVB ook veel eerder dat hele proces moeten starten. Ja. Wij weten met z'n allen, ze hebben nooit over scenario 3 willen praten... want ze hebben de eerste 4 weken krampachtig vastgehouden... aan scenario 1 en 2 zijn de uitspelen competitie. Waardoor ontzettend veel tijd verloren heeft gegaan. Maar als Ajax, even als Ajax als voorbeeld... geen publiek mag toelaten in de arena... met alle wedstrijden. Dat scheelt ze ook 40, 50 miljoen. En dan kun je zeggen, ze rijke club, en ze hebben heel veel geld. Maar dan gaan ze ook tellen. Maar het Ajax heeft bekendgemaakt vanmiddag, ook op Ajax TV, Edwin van der Sar. Wij gaan helpen. Alleen het percentage. Nee, ik schat in dat de kans dat het 25% is 0. Ze kwamen toen met 5%. Nee, maar nu is het valt 7% volgens mij uit de vergaderingen. Dus dat hoorde ik nou net. Nou, dat heb ik niet meegekregen. 7%, dat is iets anders dan 5%. Het gaat om miljoenen, maar ja. 2 miljoen is ook miljoenen en 10 miljoen is ook miljoenen. Dus daar zal het ergens tussen liggen. Ja. Ajax heeft natuurlijk enorm baat bij deze uitspraak, toch? Absoluut, maar ook het Nederlandse voetbal. Want Ajax heeft qua coëfficiënt natuurlijk het meeste gehaald de afgelopen jaren. En die krijgen een startbonus van extra 16,5 miljoen. En dat zou je eigenlijk moeten gebruiken om in solidariteit te tonen. Ja, misschien gaan ze bij Ajax ook wel uit van het meest zwarte scenario. Is dat ze gewoon volgend seizoen het hele seizoen zonder publiek spelen. Ja, die kans is groot. Dan scheelt ze meer dan 60 miljoen. Ja, dat is serieus geld. Dus het is heel makkelijk om te zeggen, Ajax is de rijkste. Maar ze hebben ook de meeste kosten. Dus het is altijd een... Maar ik weet zeker dat Ajax... Het gaat zeker helpen, maar geen 25%. Maar je zei dus, ze zijn niet gekend in het proces. Maar de afgelopen week zijn toch de nodige calls geweest... met al die directeuren van de Eredivisie en de KNVB. En... Ja, die calls was het WK Open Deuren. Dat werd helemaal niets besproken. En dat werd een beetje, dat was pap in de nat houden. Er werd geen inhoudelijke discussie. Maar zaten er ook de namen bij? Van der Sar, Gerbrand, zat hij er ook bij? Nee, vaak niet. Vaak de juristen, vaak de commercieel directeuren. Dus het was niet inhoudelijk. Werd er gesproken over de oplossing. Want de KNVB heeft altijd geweigerd, tot voor kort... om over optie 3 te praten. En dus ging het meer over gezamenlijke activiteiten om het imago te verbeteren. En kijk, de bedrijfszak zit in zwaar weer. Het gaat ongeveer op 250, 300 miljoen euro die de bedrijfszak gaat mislopen. Ze zijn vorige week bij minister Van Rijn geweest. Ja, dat vertelde vanmiddag. En toen zeiden ze van, gaat u ons helpen? Het ging eerst over allerlei trainersfaciliteiten en trainersaccommodaties openstellen. Maar tussen neus en lippen door wordt ook gevraagd gesteld... ja, onze bedrijfszak heeft ook nog wel wat geld nodig. Toen heeft minister Van Rijn terecht gezegd... En wat doet u zelf? Ja, toen stond hij met de mond vol tanden, want de betaald voetbalorganisaties in Nederland... hebben nog 0 signaal van solidariteit laten zien aan de maatschappij. Ja, en er komt nog bij dat die Eredivisie die heeft ook een directeur die niet functioneert... en die heeft ook niet voor... Oh, redemannetje krijgen we die? Ja? Redemannetje, die heeft niet Matthijs voor een Manders. Soort eensgezindheid... of met één mond naar buiten komen. Die zat erbij en die keek erna... en die liet iedereen maar een eind lullen. Ja, dat is het grappige, want Mark Boele, de directeur van de Keuken Kampioen Divisie... die heeft echt al zijn kikkers, en dan kun je hem alleen maar bij Dina van uitspreken... heeft al zijn kikkers in de kruiwagen gehouden. En bij iedere vergadering met de Eredivisieclubs... sprongen de kikkers zo snel mogelijk uit. Dus er was eigenlijk helemaal geen eenheid, er was geen solidariteit. De clubs kwamen ook niet apart bij elkaar. Er werd geen groep gevormd om te zeggen... hoe gaan we het nu als Eredivisieclub solidair met elkaar zijn. Het was één grote puinhoop.